Ik ben net wakker en ik zie er niet uit. Maar gisteren was echt de tijd van mijn leven. En nu ben ik alles aan het overdenken. We hebben drank nodig. Ja, ik heb ook echt drank. Ik heb ook echt niet meer gedronken sinds 1995. Als tiener droomde ik van een leven vol seks, drugs en rock'n'roll. Inmiddels ben ik 25 en is mijn leven totaal niet spannend. Maar die dromen, die zijn er nog steeds. En ik ben klaar met fantaseren. Ik zoek het spannende leven zelf wel op. Uitgaan zonder je te hoeven schamen over wie je bent, wat je draagt en waar je op dat moment zin in hebt. In mijn fantasie is de queer party scene een veel vrijere wereld dan wat ik gewend ben. Ik had een oproep geplaatst op social media wie mij kon laten zien hoe de queer party scene echt is. En ik kreeg gelijk een enthousiaste reactie van King Faisal. Realityster, artiest en natuurlijk geweldige personality. Is de queer party scene echt zo vrij en gezellig als in mijn fantasie? Oké, ik heb echt fucking veel zin om samen uit te gaan. Ik ook, schat. Ik ben echt blij dat je hier bent. Maar waar zijn we precies? Waar heb je me mee naartoe genomen? Ja, dit is de Reguliersdwarsstraat. Dit is zeg maar de gay uitgaansstraat van Nederland, denk ik wel. Want dit is volgens mij de enige straat waar er meerdere gaybarren en clubs zijn. In één straat. Ja, dus ik ga je meenemen naar mijn favoriete plekjes. Hoe lang kom jij hier al? Ik ben nu 25 en de eerste keer dat ik hier kwam was denk ik 14 of zo. Dat is al meer dan 10 jaar geleden. Ja, dat mocht eigenlijk helemaal niet, maar ik ging hier stiekem heen om een beetje mezelf te leren kennen en zo. Ik durfde nergens uit te gaan en ik dacht wel misschien een beetje van, misschien ben ik gay. Maar toen ging ik gewoon stiekem de bus hierheen pakken en dan zei ik dat ik bij een vriendin sliep. Ja. En dan gingen we gewoon elke avond hier rondkijken. Maar ik ben hier ook wel eens geweest dat ik gewoon alleen voor de deur stond en niks durfde te doen. Maar oké, je zei, je dacht misschien ben ik gay. Aha. Had je dan het idee dat je dat alleen hier goed kon ontdekken? Nou ja, als je dat denkt, dan ga je zeg maar googlen en zo. En dan vind je iets van Reguliersdwarsstraat en dat soort dingen. Dus dan denk je van, misschien moet ik gaan kijken. Ja. Dus ik had het wel het gevoel dat het hier meer kon dan in het kleine dorp waar ik vandaan kwam, om het maar zo te zeggen. Of wist je nog een beetje je eerste indruk toen je hier kwam? Was het wat je had gehoopt, wat je had verwacht? Nou, ik dacht dat ik in een soort van California Girls van Katy Perry kwam. Want overal zag ik lampjes en mensen met crop tops. En ik kwam er echt in een soort van, weet ik veel, geruite overhemd aanlopen. Dus dat was niet heel giving, maar ik dacht gelijk van, oh my god. En iedereen was gelijk leuk en niemand keek me raar aan. Dus ik dacht van, oh, en één week later kwam ik gelijk in een andere outfit. Toen had je je gelijk aangepast. Nou, niet helemaal aangepast, maar ik ging wel zeg maar zelf in mijn kleren knippen en dan ging ik dat verstoppen op Centraal Station. Waar ging je het verstoppen? Ja, omdat ik kom gewoon uit een dorp en mijn familie die wist ook niet dat ik gay was. En vanwege geloof en dat soort dingen was ik erachter gekomen dat je op Centraal Station kluisjes had. Dus dan deed ik mijn oude kleren in een kluisje en dan ging ik omkleden op het toilet. En dan ging ik daarna als een soort van, oh, hierheen. Dat lijkt me echt zo'n filmscène en dat je dan eindelijk vrij voelt. En het was zo spannend. Wow, maar je had wel die eerste stap moeten zetten om uiteindelijk te kunnen worden wie je nu bent. Ja, zeker. En dat is hier gebeurd. Period, schat. Nice. En ik vind het nog steeds ook heel leuk om hier te komen. En wat maakt deze straat zo bijzonder? Ja, ik denk dat het wel echt is dat iedereen gewoon echt zichzelf hier kan zijn. Dat het niet uitmaakt of je paars haar hebt of op stripper heels komt of in een string rondloopt. Dat boeit niemand hier. Of gewoon eigenlijk gewoon heel netjes komt. Dat boeit ook bijna niemand. En dat je gewoon echt wel jezelf heel erg kan zijn en dat je gewoon echt vrij bent om dat te zijn. Want ja, op sommige plekken in Amsterdam voel je je niet altijd even veilig. Ik merk ook wel dat als ik naar een hetero club ga, wat ik ook wel leuk vind, dat ik er niet uit kan zien als zoals ik er hier uitzie misschien. Waarom niet? Ja, omdat mensen, ja, homofobie is toch best wel heftig in Amsterdam. Maar voor mijn gevoel wordt het ook steeds heftiger. Ik maak het ook wel vaker mee. Dit is gewoon even een safe space, zeg maar. Oké, ik kan niet wachten, dus wat is de planning voor vanavond? Ja, ik ga je meenemen naar een paar van mijn favoriete plekjes. Sowieso eentje waar ik heel graag kwam vroeger, omdat ik mezelf daar het meest in kon herkennen, omdat daar ook wat meer buitenlandse mensen kwamen. Loco, loco, loco. Maar je bent nog nooit in een gayclub geweest? Ik ben nog nooit in een gayclub geweest, oprecht niet. Oké, let's go! Oké,
Oké, waar zijn we? Ja, we zijn nu bij de Exit. Dit is onze eerste club waar we gaan beginnen. Dus are you ready? Ja, het is druk. Ja, het is heel druk. Oké, let's go. Maar we gaan nu in de rij staan. Ja. Om meteen in partystemming te komen, neemt Fausum als eerste mee naar een queer bar in apres-ski-stijl. Want hier gaan altijd alle remmen los. Afgelopen jaren is het aantal geweldsincidenten tegen mensen uit de community alleen maar toegenomen. Ja. En ik vroeg me af of je zelf ook ervaart dat je minder veilig over straat kan dan voorheen. Ja, ik merk sowieso wel dat mensen zeg maar meer dingen naar elkaar gaan schreeuwen. En dat als homo's zijn dat je vaker wordt uitgescholden. Wat schreeuwen ze dan bijvoorbeeld? Ja, gewoon kankerhomo, kankerflikker, kankerzemmer, kankerboeler. Eigenlijk in elke taal, alles met kanker. En afgelopen jaar ben ik zeg maar hier in de straat met een groep vrienden geweest. En toen liepen we zeg maar door de Kalverstraat naar Centraal Station. Naar uitgaan? Ja, nou het was niet even, we deden gewoon een drankje. En toen riep eigenlijk een groep jongens naar mij van King Faisal, kankerhomo, want ze herkenden me of zo van social media. En toen wilde ik er eigenlijk niet op reageren, maar een vriendin van mij die schreeuwde wat terug. En toen op een gegeven moment gooide ze eigenlijk een wijnfles naar mij toe. En toen dacht ik van oké, nu gaat het echt gebeuren. En toen schreeuwde die vriendin van mij nog iets terug. En toen pakten ze ineens allemaal een soort van bivakmuts of ik weet niet, hun moeders maillot of panty of ik weet niet wat het was. En die hebben ons gewoon de hele Kalverstraat achtervolgd en alleen maar geroepen kankerhomo. En er zijn ook allemaal filmpjes van. En op een gegeven moment kwamen we zeg maar in een steeg. En toen gingen ze echt om me heen staan en op me spugen en aan mijn tas trekken. Toen probeerden ze mijn tas te stelen en toen gingen ze me filmen. En was er niemand die ingreep? Nou, om heel eerlijk te zijn, fietsten er ook politie langs. Er meerdere mensen, iedereen keek gewoon eigenlijk. Wat? Ze keken gewoon toe? En, ja, en ik ben meestal ook niet echt de persoon die bang is. Maar als er 15 mensen, en die bivakmuts is ook best wel iets eng om ja, van dichtbij te zien. De hele situatie is. Ja, en het was ook echt persoonlijk op mij. Want ik was ook met andere homo's, maar het was echt zeg maar op mij. Dus toen op een gegeven moment, ik schaamde me gewoon heel erg. Omdat ik had voor mijn gevoel echt mijn vrienden in gevaar gebracht. Omdat ik dacht van ja, omdat ik die kankerhomo ben, ben ik eigenlijk achtervolgd en mijn vrienden ook. Nee, dat is... En toen stapte ik zeg maar in de metro. En toen hadden ze al die beelden op TikTok gezet dat ze me uitscholden en zo. En binnen een uur had het echt duizenden views. Dus ja, dat was wel echt traumatisch. Ik ben toen ook echt 2 maanden mijn huis niet uitgekomen. Maar als je dan van 2 maanden je huis niet meer uit durven naar... Gewoon weer terug zijn naar wie je was. Schat, ik werk als ZZP'er. En op een gegeven moment had ik geld nodig. Je had geen therapie of iets, je hebt het gewoon nou echt ja, zelf. Die wachtlijst voor die psycholoog was zo lang en ik had geen tijd. Klopt. Dus toen dacht ik van, ik ga gewoon zelf een beetje die plek opzoeken en kijken hoe ik, of ik het aan kan. En toen ben ik gewoon steeds vaker zelf naar Amsterdam toegekomen. En ja, ik kreeg ook best wel veel motivaties uit alle berichten die ik kreeg op Insta. Van alle jongens die het echt heel vaak meemaakten. Die zeiden van, ja, je bent echt een voorbeeld dat je ons verhaal hebt gedeeld en zo. Maar ik heb wel een beetje mezelf er doorheen getrokken eigenlijk. Want niemand, voor mijn gevoel, snapte echt hoe heftig ik het vond. Nee, maar kreeg je genoeg hulp vanuit je omgeving en de community toen dat was gebeurd? Of hoe ging dat verder toen? Nou, omdat zeg maar de beelden al waren gepost. Toen ging ik het zelf ook posten, want ik wilde mijn eigen verhaal doen. En toen werd het door heel veel influencers, zoals Tim Hofman en zo, ook gerepost. En toen kreeg het ook best wel veel aandacht, waardoor
Ja, ik uiteindelijk ben geholpen door roze en blauw. Dat kende ik toen nog niet. Maar wat dat is dus, dat? Dus zeg maar een lijn van de politie wat echt alleen op homohaat en dingen die daaraan gerelateerd zijn, zeg maar, kun je daarvoor bellen. Dus dat is ook de lijn die ik heb gebeld toen het mij was overkomen, zeg maar. En gaan zij daar ook actief mee aan de slag? Ja, je wordt echt heel goed geholpen. Ik had echt een hele lieve man en die was zelf ook gay, dus die begreep een beetje waar ik vandaan kwam. En nu ben ik wel wat verder, dus ben ik er wat beter mee. Maar dat heeft wel echt maanden geduurd, hoor. Waardoor denk je dat het komt, dat het steeds vaker, ja, die incidenten gebeuren? Nou ja, ik denk heel eerlijk gezegd, ik vind het zelf niet heel leuk, maar ik denk wel echt dat dat pinkwashing is. En daarmee bedoel ik dan dat het, zeg maar, in de zomer vooral zie je de PostNL-busjes, alle vlaggen. Elk bedrijf heeft iets met een queer vlag of een trans vlag of zo. En ik denk dat heel veel mensen daar moeite mee hebben, omdat ze dan denken van, het moet nu en het wordt echt in ons gezicht gedrukt en we zijn hier helemaal nog niet aan toe. Dus ik denk dat dat is wat ik een beetje om me heen hoor. En ik zeg je heel eerlijk, ik vind Pride en zo vind ik ook heel leuk. Maar ik heb liever dat het hele jaar gewoon is. Ja, zeg maar, het is één keer per jaar is het heel heftig. En dan worden we allemaal gebruikt als marketing tool voor elk bedrijf en zo. Dus in dat opzicht denk ik van ja, dan heb ik liever dat het hele jaar gewoon normaal is. Dan dat, maar ja, blijkbaar is dat dus nog niet en is het wel echt nodig. Maar nu voel je wel gewoon weer veilig genoeg om hier de hele avond gezellig te zijn. Ja. Sowieso met jou. En ik heb het ook wel echt een plekje kunnen geven, dus daarom ben ik hier ook. En ik heb gewoon weer helemaal zin om uit te gaan. En ik ben ook wel echt ready for a drink. Dus ik ga je nu meenemen naar een van mijn favoriete plekjes. En dat is? Dat is The Reality. En voor mijn gevoel was dat echt gewoon een bar waar eigenlijk, ja, sorry, alle buitenlandse queers kwamen. Dus daar voelde ik me meer thuis. Dus goed, gaan we twerken? Ja, is goed. Let's go, girl. Loco, loco. Nu ben ik aan die bounce van die loco. Hallo! Goed met jou? Leuk je te zien, hallo! Hier ben ik Jeffrey. Hi! Jeffrey, hi, aangedaan! En Jeffrey is zeg maar echt de legend in deze straat. Hij heeft echt veel betekend voor deze straat. En de community ook, toch? Want hoe lang is deze bar hier al? 28,5 jaar. Zo lang! Een legend! Maar heb je er bewust voor gekozen om zeg maar een Caribische vibe hier te geven? Ja, ja, ja. Waarom dan? Het was nodig. Heel veel allochtonen, buitenlanders willen graag een eigen plekje hebben met de salsa, met reggae, Caribische muziek en dat is hier. Maar ik vind sowieso de sfeer hier al echt gezellig, alsof ik een Curaçao ben. Ja, schat. Vrijheid, blijheid voor iedereen. Iedereen is kan aanpassen in Belmond. Wat vond je ervan? Ja, dat was echt gezellig. Ja? Ja, ik vond het echt leuk. Ga je vaker met me mee? Ja, oprecht. Maar iedereen was ook aan het dansen. Dat is fijn, hè? Ja, want normaal als je in zo'n kroeg bent, dan zit iedereen weer zo. Schat, ik voel je. Ben je ready voor de next club? Ja. Oké, okay, we gaan die kant weer op gaan. Oké, okay, let's go. Oh, een politie-escort. Het is nu zaterdagavond en we zijn op zaterdagavond met een reden. Vertel. Ja, nou zeg maar op donderdag en zo merk je gewoon echt dat het studentenavonden zijn. Dus bijvoorbeeld in clubs als Club Nix heb je dan echt gewoon dat alle studenten daarheen komen. En die hebben volgens mij ook echt niet het gevoel dat ze in een gayclub zijn eigenlijk. Hetero-studenten bedoel je? Ja, dus heel vaak weten mensen ook gewoon niet dat ze echt in een, ja, in een gayclub zijn. En aan die kant heb je ook echt allemaal gewoon straight clubs, zeg maar, om het maar zo te zeggen. Dus dit is echt de straat waar eigenlijk voor ons de safe space, zeg maar, is. En ja, in Club Nix, mensen hebben het gewoon soms echt niet door. En in andere clubs ook. Hoe merk je dan dat ze het niet doorhebben? Omdat stel je voor iemand gaat ineens zoenen of zo, een man met een man, dan zie je echt mensen van, oh, oké. Okay. Echt? Terwijl het daarvoor bedoeld is. Ja, juist maar... Of nou ja, niet per se alleen daarvoor, maar wel dat je niet wordt aangekeken als het gebeurt, klopt, toch? Zorgt de komst van meer hetero's in de reguliers voor een negatievere uitgaanservaring voor jou en andere queers? Nou ja, ik vind eigenlijk wel dat het niet per se wordt verpest. Maar we hebben al zo weinig, dus dan vind ik zoiets van, dan moet het wel echt van ons blijven, vind ik. Omdat het wel echt belangrijk is dat mensen zich gewoon veilig voelen. Ja, precies. En niet dat ze uitgaan en dat ze scheve blikken krijgen. Nee, inderdaad, want anders was je ook wel naar de... Club Air of zo gegaan, ja, precies. Ja.
schat. Oké. We zijn nu bij Club Nix. Ja, wat kan ik verwachten van... Want hier zijn allemaal verschillende ruimtes. Eentje is house, eentje is techno, eentje is R&B. Dus dit is echt de grootste club hier in de straat, denk ik. Oké. Dus ben je ready to twirl? Yes, I am. Ja? Oké, laten we naar binnen gaan, ja? Ja. Leuk, hè? Ja, het is wel leuk, maar ik ben nu wel echt dood. Gaan we nog een keer? Oi. Ja, het was echt de gezelligste avond ooit. Oh, ik ben ook vol. Ik vond het ook heel gezellig met jou. Ik wil nog één ding weten van jou. Wat dan? Wat zou je nu vertellen aan Faisal die hier 10 jaar geleden voor het eerst uitging? Gewoon blijf hierheen komen, want het is lit. En beter dan dit wordt het niet. Zeg maar om jezelf te zijn, beter dan dit wordt het niet in dit land. Dus... ga gewoon naar binnen en you got this. Dankjewel Faisal voor deze onvergetelijke avond. Ik voelde veel meer vrijheid en acceptatie dan waar ik normaal uitga. Hier weten ze pas echt hoe je een goed feestje bouwt. En ook al voelde ik me super welkom, het is vooral belangrijk om te onthouden dat dit voor de queer community een belangrijke safe space is en moet blijven. Dus als je hier ook uitgaat, blijf respectvol en don't judge. Oh ja, en have fucking fun!